Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie wederom kijken naar een nieuwe video vandaag hier op Duffy Games. We spelen vanmiddag weer een keertje Crazy Walls. Mocht je er natuurlijk weer zin in hebben, je kan natuurlijk altijd alvast eventjes een like aanklikken. Bij voorbaat dank mocht je willen abonneren, dat is vandaag gratis. Nu hoor ik je denken, Duffy, morgen is dat ook gratis, waarschijnlijk overmorgen ook. Klopt, maar vandaag krijg je de speciale korting erbij van 50% korting. Dus druk even op abonneren. We zijn weer aangekomen in Crazy Walls. Voor de mensen die Crazy Walls trouwens niet kennen, lijkt me sterk, maar Crazy Walls is eigenlijk gewoon de Walls, alleen dan crazier. Hij maakt gewoon de opmerking des opmerkingen. Nee, het is gewoon Crazy Walls. Je hebt gewoon af en toe een lucky block, zeg maar, eigenlijk ertussen zitten. Je hebt wat betere wapens hier en daar. Het is korter en leuker dan de gewone Walls, zo zeg ik het zelf. Dus ja, het is gewoon leuk. Je moet gewoon je gear verzamelen, gewoon PvP en hopen dat je gewoon... je moet gewoon de beste zijn. Klaar. Simpel. Je moet gewoon de beste zijn. Mijn excuses voor de donkerheid die we hier, maar ik heb geen torches, want er zit geen kool in de game. Nu kan je zeggen, ja, maar Duffy, je kan toch gewoon bomen voor ons eventjes gaan... hout gaan omsmelten voor charcoal. Zou kunnen doen. Maar kijk eens aan. Ik heb gewoon torches voor jullie gefixt. Technisch gezien ook voor mezelf, want ik zie nu ook tenminste wat. Aangezien het in het donker best wel fucked up is. En zoals je ziet, ik sla nog wel eens het over daardoor. En dat moeten we niet hebben. En zeker niet de redstone. Je denkt misschien redstone fucking niet nodig. Maar je krijgt toch vaak het redstone van die lucky blocks wat ik dus nu krijg. En die heb ik toch best wel nodig eigenlijk. Want daar kan je best wel leuke dingen uit krijgen. Dus ik ben altijd erg blij als ik heel veel van krijg. En we krijgen de... Dit is werk. We hebben er al 9. You have to be kidding me. Dit is echt een van mijn betere lucky block games, zeg maar. Of dat ik echt die items krijg. Dan ooit. Dit is niet normaal. Dit is echt waar, mensen. Dit is niet normaal. Zeker in een solo game. 9 van die dingen krijgen. Dat is huge. Dat is. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ja, ik ben er heel blij mee. Daar niet van. Maar het is werkelijk waar huge. Vinden we ook nog een keer gold in? Nou, we hebben nu 3 van de 5 kisten. Het liefst wil je natuurlijk alle 5 de kisten hebben. Maar aangezien we nu ook al zoveel lucky blocks hebben. En we hebben ook heel veel gold. Weet ik niet of wij die laatste kist per definitie nodig zullen hebben om goed en sterk te zijn. Maar dit is de laatste. Ja hoor, we hadden hem wel nodig, want er zat nog een emerald in. Maar zoals je hier kan zien, we hebben gewoon 9 geminde lucky blocks. What the freaking hell. Ik heb voor mij nog nooit zoveel gehad. En we krijgen er ook gewoon leuke shit uit. Even kijken, we krijgen redstone, bottle of enchanting, 2 keer een wolf egg. 2 keer een wolf egg, we krijgen wat gold, we krijgen wat lava, wat arrows. Oh my god, dit is fucking insane. Want die wolven zijn best OP. Wolven die kunnen namelijk gewoon ook mensen killen, aanvallen, et cetera. Dus dat is zeker niet verkeerd. We nemen deze sowieso. We nemen die sowieso. En we nemen ook 2 van deze met deze. En ondertussen nemen we nog wat XP bottles. Hoppatee. En ik ben erg tevreden dat we het wat allemaal hebben. Dit is echt freaking insane. Nou is het eigenlijk alleen nog hopen dat wij nu ook... allemaal protection levels krijgen. En... Dan is dat gewoon fucking Gucci, man. Dus protection, doe maar. Unbreaking? Really? Niet eens een blast protection. Oké, we hebben op zijn minst een protection level. Oké, we hebben 2 protection levels. Alleen blast protection. Unbreaking? Op fucking diamond? Wauw. Dat is ja... Hoe bedenk je dat te gaan geven, Hypixel? Even for fucking real, man. Dat kan je toch niet maken? Nou ja, het is er echt gebeurd. Dus het is gewoon accepteren en doorgaan wat dat betreft. Maar dit is alles behalve chill. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan door. Die zetten we daar neer. Lava zetten we daar neer. Ik denk dat ik trouwens deze wolf meteen inspan. Ik weet niet of... Die doet mij niks, right? Nee, die doet mij niks, oké. Okay. We deze namelijk hier neerzetten. Dan hebben we alles tenminste in onze toolbar. En dan kunnen we gewoon vanaf hier doorgaan. Dus we kunnen even kijken. Wij zien eentje daar. De laatste man die... Oh, die bezig grommen ook gewoon, joh. What the fuck, joh. Oké, voor mij is deze ruimte naast mij leeg. Hoe gek het ook klinkt, volgens mij is die leeg. Dus ja. Wij eten deze lekker. We gooien deze de lucht in. En die komt op ons neer. Hoppatee. En we gaan voor de fight. Bruh. Val je me aan? Mijn honden komen. Oh, mijn honden. Hé, blijf maar je poot van mijn honden af, joh. Hé, debiel. Hoppa. Oké, dan. Mijn honden die hebben wel flink te verduren gekregen, maar ze zijn op zich Gucci. Wat niet Gucci is, dat alle andere mensen die zeg maar hier op mijn, of eigenlijk bij deze muren zaten, bij mij zijn geliefd. En dan denk je van, nou Duff, dat is een makkelijke win.
voor wat we nu hebben is het inderdaad een makkelijke win. Maar uiteindelijk hebben de andere mensen allemaal OP stuff als diamond stuff en dit en dat. En dat heb ik dus niet. En dat is wel heel erg fucked up erover. Maar. We hebben een Pikmin, we hebben een Endermite en we hebben ook nog een nieuwe wolf. Nou, wat willen we nog meer? Wat willen wij nou nog meer? Nou, we gaan toch ook nog even voor wat gear. En we gaan sowieso dit soort samenvoegen. Ik denk namelijk dat hij wel, wel sharpers op moet staan. Wat staat hier namelijk op? Er staat hierop. Kijk, sharpness. Oké, we hebben op zijn minst sharpness 2. Dat is oké. Bij Wii Protection 1. Dus we hopen nu eventjes op. Alles behalve een body. Alles behalve een body. Leggings. Ik ben hier heel blij mee. Je zet toch een breaking op Wii Protection 4 op. 100% dat dat beter is. Die doen we ook lekker aan. Die zetten we daar neer. We hebben nog een heel bottle hier extra. We hebben dit. Wat is dit? Dit is regeneration. Deze zetten we even zo neer. Deze zetten we even. Eventjes zo neer. Want deze hebben we zo meteen toch nog nodig. En voor de rest. Kunnen we eigenlijk niet zoveel. Voor de rest is het gewoon hopen dat dit genoeg is. Dat wij hier gewoon de game mee kunnen winnen. Daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Alleen. Protection 4. Protection. Ja, oké. Ik mag niet klagen. Nee, ik mag eigenlijk niet klagen. Wel. Dat is wel fucking nice gear. I have to say. Dat is wel echt super nice gear wat die kerel heeft. Dus het kan nog wel eens heel erg lastig worden. Heb ik nog gold? Nee, hè? Nee, oké. En om daar nog te gaan minen is eigenlijk ook. Weet je wat is? Kijk, ik weet er zullen in mine zal nu nog gold te vinden zijn. Alleen. Er is gewoon te weinig tijd om die shit te doen. Dat is zo fucked up. Er is gewoon te weinig tijd daarvoor. We gaan nog even kijken wat die gaat doen allemaal. Ik ren rustig hier naartoe. Ik weet niet of die zeg maar mij gaat focussen of wat dan ook. Kijk, hij zal. Wat zit hierop? Ook Protection 1. Ja, weet je. Ook al zijn de muren al gevallen. Protection 1 met Protection 1 gaan we toch even samenvoeren voor Protection 2. Ja, dan moeten we dat soort dingen gewoon doen. Weet je wel. Dan gooien we ook gewoon deze lucht in. En we gaan er gewoon voor, denk ik dan maar. Ik zie namelijk dat hier toch wat mensen met elkaar in conclave gaan. Dan moet ik me er gewoon in gaan mengen. I guess. Kom op. Oké, die is dood. Nice. Oké, we hebben in ieder geval de man met het OP fucking gear is down. Dan moet alleen deze man zien te killen. Niet waar hij helemaal heen gaat rennen. Ik weet ook niet wat hij natuurlijk op zijn wapen heeft. Maar dat hij fucking dingen shizzle maar de nizzle heeft is één wat zeker is. En hij is ook dood. Nice. Oké. In één keer valt er een hond mij aan. Op bokkenhond. Oké, we leven nog, we kunnen door. Holy freaking shit. Woe! Oké, nou die. Oh, ik weet niet waarom die werd aangevallen, maar het zal allemaal wel. We hebben ontierlijk veel huurbottles hier. Wat heb je aan komen zitten? Charmers 2, Charmers 2 inbreking, Charmers 1. Vul jij mij nou aan? Maar oh, je hebt een golden skull. Oké, vandaar. Ik denk, wat gebeurt hier nou, joh? Protection 4, die doen we ook nog ergens zo. Wat ik eigenlijk wil doen. Is hier naartoe gaan rennen, hoe gek het ook klinkt. En dan dit te gaan doen. Die. Zo. Toch nog eventjes die sharpness omhoog krikken. We hebben hier nog speed, right? Yep, dit is speed, oké. Okay. En we hebben deze nog. Let's freaking go, bruh. It's you versus me. Dutch survivor. You're a Dutch survivor, huh? Je bent een Nederlandse survivor volgens jezelf. Kom dan. Oh, ik wil net een beetje water op de grond gaan zetten, jongen. Ik wil net wat water op de grond gaan gooien. Dankjewel voor die heal. Dat had ik nodig. Dankjewel voor die heal. Dat had ik echt nodig. We gooien deze op de grond. We gooien deze ook op de grond. Want hier hebben we natuurlijk gewoon ondertussen regen van. Moet jij maar eens even hier, bro. Bam. Oh, ik sla hem precies goed daar overheen ook gewoon. God dang it. Hij heeft ook weer speed gegooid, wat logisch is. Oi. Oké, kom hier. Eigenlijk had ik nu een fire respect zwaar moeten hebben. Maar goed, heb ik nu niet. Door die zichzelf in de fik zet. Super dom. Aha, super dom. En dit wordt je dood, jongen. Dit wordt je dood. Je weet het zelf ook. Je kan rennen wat je wilt. Dit wordt je dood. Het wordt je dood, jongen. Kom maar hier. Wel, ik weet natuurlijk niet hoe lang hij zijn speed nog heeft, maar. Oh, we hebben gewonnen, mensen. Het was een behoorlijk lange rit tot het eind uiteindelijk nog. We hebben uiteindelijk weten te winnen. Ondanks dat wij ontiegelijk ver achterliepen natuurlijk qua keer, want. We hadden natuurlijk maar één hoofd en die andere mensen hadden natuurlijk allemaal mooi fulltime een keer. Maar uiteindelijk hebben we het toch denk ik slim aangepakt en hebben wij weten te winnen. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop je natuurlijk allemaal te zien bij de volgende video. Later mensen.